in doen? Hallo? Hallo? Daar woon ik. Goedemiddag meneer, wij zijn van het programma Bakkie Doen van TV Rijnkwartier. Wij vroegen ons af of het misschien leuk is dat we bij u thuis eventjes een bakje koffie komen doen. Oké, ja, nee, ik kom net van mijn werk. Maar waar was je van? Van het programma Bakkie Doen van TV Rijnkwartier. Bakkie Doen, oké. Ja, nou ja, why not eigenlijk? Ja, nee, prima. Ik hoop dat mevrouw zich een beetje normaal heeft aangekleed, maar... Kom binnen. Zo, lekker thuiskomen meneer. Ja. Zo. Ja, mijn huisje. Ja, ons huisje. Wat doet u voor werk? Ik zit in inbouwapparatuur voor Amerikaanse keukens. Echt top-end, A-merken, klassenspul, kwaliteit. Dus dat, ja, dat verkoopt zich vanzelf eigenlijk. Maar het gaat er ook wel hard uit hoor, moet ik zeggen. Hypotheek en vrouw, dure smaak. Ja, hij natuurlijk. Die kost natuurlijk ook geld, hè? Ja, want dat is... Ja, dat is onze geadopteerde zoon. Nee, Dave is geadopteerd. Hij komt uit Ethiopië. Ja. Ja. Het zijn natuurlijk niet allemaal marathonlopers. Ja, nee, natuurlijk. Het is niet altijd even makkelijk. Zit er maar te remixen de hele dag. En zit natuurlijk nu in de puberteit. Ja, ja, bij de jongens is dat... ja, die reageren toch meer vanuit hun instinct. En dan... nou, kan best wel heftig worden. Ja, sorry meneer, maar ik kan jullie niet allemaal horen nu wat u zegt. Jawel, tuurlijk. Nee, maar in dit huis zijn we gewoon heel eerlijk tegen elkaar. We draaien er niet omheen. Nee. Hè? Dave? Zo, Dave, dat is een mooie scooter. Hoe hard kan die? 30. Hier ben ik bezig met zijn kamertje te maken. Beetje is een man cave. Ik denk, nou, dat is ook wel goed, een beetje die mannelijkheid, dat hij een beetje in zijn mannelijkheid komt. Dus ik ga dan associëren en denk van, oké, wat vindt zo'n jongen leuk, ook gezien zijn achtergrond. En ja, opeens zag ik die savanne en dan zie ik die gast op die luipaarden of die zebra's knallen. Ik denk, nou... Past er wel een beetje bij. Een beetje die savanne gevoel wat hij dan heeft. Volgens mij is het gewoon heel simpel. Ik heb geld. Ik heb ruimte. En dan denk ik zoiets van, ja, maar waarom zou ik het voor mezelf houden? Hanneke zegt van, ja, een beetje nog toen hij 3 was. Natuurlijk, hij is groter geworden en het is een massief blok wat daar dan zit. Dan denk ik wel eens zo, hoe groot gaat dat worden allemaal? Want... Komt onze Dave vandaan? Helemaal uit dit puntje. Daar bent u hem gaan halen? Nee, nee. We hebben hem op Schiphol gehaald. Dat was zo klein. Bent u nog ooit met hem terug geweest, met Dave, naar Ethiopië? Nee. Nee. Victor zegt dat het is ook niet veilig daar, hè? Victor zegt, je moet die jongen ook niet tussen twee werelden heen. Dat is niet goed, dat is voor die jongen ook niet fijn. En ja, stel je voor dat hij daar familie tegenkomt. Nou, dat is niet goed gewoon. Voor zo'n jongen ook niet. Dus hij is bij Victor en bij mij en het gaat helemaal goed. En hij is gelukkig en ja. Kijk, Hanneke, mijn vrouw, die kan geen kinderen krijgen. Want, een verkalkte baarmoeder. Of, nou ja, zo'n beetje, het werkt allemaal daar niet helemaal zoals het moet.
Ja, en ja, die krijgt dan toch moedergevoelens, die wil wat. Dus toen dacht ik van, nou, weet je wat, zout en peper, een beetje van allebei. Win-win. Ik zie altijd wel kansen, moet ik zeggen. Mevrouw, dat moet als een behoorlijke klap zijn gekomen, dat u geen kinderen kunt krijgen. Er is toch niks mis mee, liefie? Nee, ik vind dat je het echt hartstikke goed doet als moeder. Dat meen ik. Je doet het echt supergoed. Nou, ik vind dat hij ook blij mag zijn met zulke ouders. Ja, ik bedoel, welke ouders houden nou zoveel rekening met hem? En welke ouders zetten de verwarming net even een graadje harder? He, omdat hij het altijd zo koud heeft. He, Dave, als je maar geen gangsterrapper wordt. Yo, yo, yo! Yo, yo! Wat ver, Victor! Kijk nou toch wat je doet, man. Wat doe je nou? Nou ja, oké. Staat erop? Oké. Bakkie doen. Nou, bedankt voor de gastvrijheid en tot ziens maar weer. Ja, nee, ik vond het ook heel gezellig. Dus ik hoop dat het een beetje opstaat. En nou ja, kom gerust nog een keer langs. Ja? Doei.